kijken naar twee begrippen die met elkaar samenhangen. De eerste is vacature en de tweede is solliciteren. Bij een vacature dan is een bedrijf op zoek naar een nieuwe werknemer. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe werknemer. Nou, dat kan zijn omdat er iemand ontslagen is, of omdat er iemand vertrokken is, of omdat ze gaan uitbreiden. En meestal zetten ze dan een advertentie in de krant of op internet. Of je kunt bij bepaalde websites banen zoeken. En dat zijn dus vacatures bij bedrijven. En nou ja, dat kan om twee soorten werk gaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan om geschoold werk. Dan heb je een opleiding nodig en dan is je loon vaak best wel hoog. Het zou ook kunnen gaan om ongeschoold werk. Dan is dat werk waar je geen opleiding voor nodig hebt. Dat is vaak ook niet zo heel moeilijk werk. En dan is je loon best wel laag. Dus het is verstandig om zoveel mogelijk diploma's te halen, want dan kun je geschoold werk doen en kun je meer verdienen. Nou, als jij wil solliciteren op een bepaalde baan, moet je een aantal dingen doen. Je moet een sollicitatiebrief schrijven. Sollicitatiebrief. En bij een sollicitatiebrief hoort ook een cv. Oftewel een levensloop, en dat is een overzicht van alles wat je hebt gedaan qua opleiding, qua werkervaring en ook je persoonlijke gegevens die staan daarin. En op basis daarvan word je eventueel uitgenodigd voor een gesprek. En dat noem je een sollicitatiegesprek. Daarbij gaat de werkgever kijken of jij de geschikte kandidaat bent. En ze kijken naar wat voor persoon je bent. Dus het is verstandig dat je er netjes uitziet. Dat je beleefd bent. En dat je ook jezelf goed voorbereidt op het gesprek. En dat je dus al iets van het bedrijf weet. Zodat je ook zelf kunt laten zien dat je heel erg geïnteresseerd bent in de baan. En uiteindelijk word je aangenomen. Dan kun je in dienst komen bij het bedrijf of je wordt afgewezen. En dan zul je een nieuwe baan of een nieuwe sollicitatie moeten gaan schrijven voor een andere vacature die misschien bij een ander bedrijf of eventueel bij hetzelfde bedrijf voorhanden is. Nou, belangrijke vacature, dat is bij een bedrijf die zijn op zoek naar een nieuwe werknemer. Vaak via advertenties. Nou, als je gaat solliciteren, moet je een brief sturen met je cv. Als je wordt uitgenodigd, kun je op gesprek komen. Je moet netjes zijn, netjes gekleed, beleefd, goed voorbereid. En als het allemaal goed gaat, word je aangenomen. En als het slecht afloopt, word je afgewezen.